In de Surinaamse media uit president Santokki kritiek op het ministerie van GBB. Hierover schrijft Riaan La Roos een artikel. President Chan Santokki meldt dat er talrijke kwesties spelen binnen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, tijdens een gesprek met journalisten bij de beëdiging van korpshoofd Joyce Penalfaissie van het Korps Penitentiaire Ambtenaren KPA. Uit rapporten heeft de president geconstateerd dat er onduidelijkheden bestaan. Hij heeft besprekingen gevoerd met minister Dinota Forswijk, waarin duidelijk werd dat de regering ontevreden is over het huidige beleid. Sinds de huidige regering aantrad, is er oneenigheid tussen de twee coalitiepartijen VHP en ABOP met betrekking tot het ministerie van GBB. Fractievoorzitter Asis Gajadien van de VHP heeft eerder verklaard in een interview dat het ministerie van GBB beter zou functioneren onder leiding van de VHP. Minister Forswijk heeft toelichting gegeven over de werking van de systemen binnen het ministerie. Ze is ook afhankelijk van de structuren binnen het ministerie. Er vinden nog te veel calamiteiten plaats binnen het ministerie. Ook het stalwijderproject in het district Nickerie staat op de agenda van de regering. De prangende kwesties zullen opnieuw worden besproken. Volgens de president is er bewust geen advocaat aanwezig om de zaak te bepleiten, om de uitspraak van de rechter niet te beïnvloeden. Ook vicepresident Ronnie Brunswijk is op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom deze zaak. Juristen zijn bezig om deze zaak aan te pakken, zodat de boeren in Nikkeri weer toegang krijgen tot hun stalweide. Boeren die rijst verbouwen, kunnen hun koeien niet op de rijstvelden houden. Deze dieren moeten naar aparte ruimtes worden gebracht, dat is volgens de president de stalweide. De stalweide behoort tot het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Santoki geeft aan dat de minister van LVV ook juridische stappen moet ondernemen om de grond die is uitgeleend door het ministerie weer terug te krijgen. De procureur-generaal, Page, moet reageren op zaken met betrekking tot het Sabaku-project en de stalweide. De Page is op de hoogte van alle geschillen rondom grondzaken. De opschorting van het Sabaku-project is opgeheven. Personen die meer dan één perceel hadden ontvangen, hebben deze ook weer moeten inleveren. Dit is ook gebeurd, aldus de president tegenover de media.